En hele goedemorgen jongens en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog van Team Portjes. Op de dinsdagmorgen, tweede schooldag dit jaar en ik heb me verslapen. Gelukkig was Michael ietsjes eerder wakker, dus die heeft Elliot al een broodje gegeven. Maar ik ga nu even heel gauw een lunchpakketje maken. Want gisteren moest hij pas om 11 uur op school zijn, maar vandaag dus om 9 uur. En nou is dat natuurlijk eigenlijk super laat. Zeker voor Nederlandse begrippen, maar het is om 9:15. En ik schoot net wakker, want Vianna die slaapt dus echt best wel slecht de afgelopen nachten. Is echt gewoon 2-3 keer in de nacht wakker. Ja, ik daardoor dus ook en Mike ook. Dus er zijn een beetje gebroken nachten. Hij ook nog super moe. En ze kan niet helemaal de slaap vinden. En ze is geloof ik ook niet helemaal fit op het moment. Beetje snotterig en zo. Ik hoorde op de achtergrond alweer een beetje huilen. Dus ik ga gewoon even een broodje smeren en dan ga ik naar Vianna toe. Pap! Ga ik een schooltje brengen? Adios. Als je mij ophaalt, dan moet ik wel een beetje snel. Want anders moet hij weer spelen. Oh ja. Alsjeblieft. Een beetje snel zijn. Ik ga absoluut mijn best doen. El, jij gaat heel snel. Oeh, veel plezier El op school. Doei doei. Voor mij heel snel zijn. Ik ga jou proberen snel te zijn. Oh, de prinses is ook wakker. Hey prinsesje. Goedemorgen. Wat doe je dat goed, Ol? Het zijn wel een beetje rare ochtenden zo, want Olly die hoeft pas om 1:15 vandaag, gisteren om 1:00, vandaag 1:15 op school zijn. Nee, heel laat. 2 keer. Ja, en je bent weer eigenlijk net zo kort als gisteren op school. Dus je bent weer super vroeg klaar. Maar ik denk dat ik in die tussentijd gewoon even met Vianna in de kinderwagen naar het parkje ga. Die naast de school zit. Oh. Ze weten bijna niet meer van hoe ze moest drinken. En dan wacht ik daar gewoon, want om 2:00 zijn allebei de kinderen namelijk uit. En ik hoop dat Mike jullie kan ophalen, papa. Want die is namelijk naar kantoor, maar die werkt tot 2:30. Dus ik weet niet zeker of die 2:00 haalt. Maar goed, ik ben in ieder geval om de hoek om jullie op te pikken. En dan gaan we daarna even een klein boodschapje halen. Ja, Marianne, dat is wat we gaan oefenen. Ga je samen parken? Gaan we eentje zoeken. Quick. Klaar voor de tweede dag school met Olly. Daar gaan we op. Vianna is lekker gaan slapen. Die is niet helemaal fit. En ik ook niet. Dus ik denk dat hier iets een beetje heerst in het gezinnetje. Oké, Ol, daar gaan we. Ik wil niks aan, man. Nee? Nee. Gelukkig. Oh, moeten we alleen de poort nog dicht doen? Ik wil het, man. Doe jij hem dicht? Ja. Oké, dank je. Hoppa. Daar gaan we. Mag niet op slot doen? Nee, dat hoeft niet, want ik heb de sleutel in mijn zak. Inmiddels hebben we de hele middag erop zitten en hebben de kinderen een beetje gerust, behalve Olly. Ik heb lekker geslapen. Elliot heeft ook lekker geslapen en wij hebben ook lekker geslapen. Oh, en Amy heeft ook niet geslapen. Wat? Maar Amy heeft volgens mij ook niet geslapen. Maar we zijn nu eventjes onderweg naar Plaza Mayor en dan gaan we lekker even wat eten en wat spelen. En dan kunnen we daar een beetje de einde van de dag met elkaar gaan doorbrengen. Want we hebben vandaag overdag niet heel veel gedaan. Eigenlijk alleen maar een beetje gerust, een beetje gechilled. We zijn allemaal een beetje gaar. Dus we maken er nog even een gezellige namiddag met elkaar van. Hola, señora. Muy bonita. Wat ben je een mooie mevrouw, Elliot. Kijk daar, sorry. Mooie mevrouw ben jij, hoor. Wat ben jij groot op? Wat is koe in het Spaans? Volgens mij is het barra. Barra? Barra? Wat is koe in het Spaans? Barra. De ene ster. De ene ster? Ja, de ene ster. Ster is een zon. We hebben lekker even wat gegeten. De kinderen hebben een hele leuke opblaasmasker. Een beetje koud hoor. Ga je naar het volgende huis? Ja. Eerst deze heuvel en daarna die andere. Het lijkt wel midden in de nacht.
Zo donker is het hier vandaag. Ja. Hoppa. Even kijken. Oh, Amy zit bovenin Elliot. Amy, wacht op mij. Ik neem deze mee. Wacht. Wacht op mij. Jij mag ook voor mij, hè? Dank je. Hola. 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 Hola, Rihanna, Rihanna. Ze hebben hoog gezet. Mama, ik en mommy is de mama. In het Engels. Ah, stop. 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 No, stop. Stop! Oké, okay, gaan we verder. Amy, bij de volgende mag je alleen maar op die paal staan. Okay. Amy, dit is donker. Okay, maar. Het is nu echt donker. Ze hebben de lichten uit. Helemaal in het donker aan het spelen. De lichten zijn uitgegaan. Jongen. Echt hard hoor. Nou nee, over. Oh, Odie wil even stoppen. Ja. Wat? Amy, harder. Harder. Echt hard hoor. Oei, karamba. Ik moet alle kanten op. Vandaag dus een beetje een korte vlog. Maar mocht je dit nou een leuke video vinden, doe dan even een duimpje omhoog. En je zou ons enorm helpen om te abonneren op ons kanaal. Tot snel.